Koopavonden zijn steeds minder populair en dat betekent dat het voor winkeliers steeds minder rendabel wordt om open te blijven. Dus tja, wat gaan we nou doen met die koopavonden? Moeten we ze houden of gaan we ze schrappen? Ben je het geniet van de koopavond? Nou, ik ben net klaar met werken, dus ik ben heel eventjes zelf een keer de stad in aan het gaan. Je moet wat dingetjes hebben. Oh, dus je gaat wel wat shoppen vandaag? Ja, toch wel. Dat is wel het plan. Ja. Jij bent aan het shoppen? Ja, soort van. We zijn gewoon even de stad in. Niet echt met een doel of zo, maar... Nee, doe je dat vaker op donderdagavond? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik zie dat jullie aardig veel, mevrouw... Mag ik wat gaan? Oh, ja, een mooie Nike, hè? Vind ik ook. Merk jij wat van dat de koopavonden minder populair worden? Nou, toch wel. Ja. Toch wel. Ik merk wel dat het een stuk rustiger is in de stad. Volgens mij zijn er ook wel wat winkels die 8 uur al dicht gaan en zo. Sinds de corona. Ik weet niet wat sinds wanneer, maar ja. Ja, ik werk in een kledingzaak. Dus, Wat merk jij er dan van? Ja, het is rustig. We zijn nu ook dicht met de koopavond. Oh, jullie hebben er dus voor gekozen om de... Was dat voorheen anders? Ja, dan waren we gewoon open. Maar nu kan dat niet meer. Wij zijn nog redelijk tevreden over het bezoek van de koopavonden in Druten. Ja, er zijn winkels in Druten zijn inmiddels... gesloten op koopavond. Er zijn er maar enkele. De meeste zijn toch wel gewoon open. Wij zijn nog steeds open. We hebben wel aan de openingstijden wat veranderd. Wij waren tot 2-3 jaar geleden tot 9 uur open, maar we hebben de koopavond teruggebracht tot 8 uur. En wij hebben in die tijd toch nog voldoende bezoekers. Maar waarom is het dan wel teruggebracht naar 8 uur? Omdat na 8 uur gewoon weinig in bezoek meer komt. Ja, ik zie niet echt het nut ervan in. Ik bedoel, normaal gesproken, ik heb ook in een winkel gewerkt en ik vond koopavond eigenlijk verschrikkelijk om te draaien. Ja, waarom dan? Nou, ik zit veel liever thuis. Donderdag, ja, ik snap niet zo goed waarom je op donderdagavond nog weer extra de stad in moet als het ook gewoon op een zaterdag kan of overdag of weet ik veel wat. Dus ja, ik ben niet echt voorstander van de koopavond. Nee. Wij leveren ook emotie, wij verkopen emotie. Mensen kopen ook iets voor een feestje, kopen ze ook iets. Dus ja, moet je mensen wel gelegenheid geven om hun aankopen te kunnen doen. Dus we kunnen niet beter stoppen met de koopavond? Nee, wij zijn zeker niet van plan om te stoppen met de koopavond. Vinden jullie dat de koopavond nog moet blijven op donderdag in Nijmegen? Ik werk zelf 40 uur in de week, dus eigenlijk het enige momentje door de week dat ik... Ja, naar de stad kan is wel op een koopavond, dus ik vind wel dat het moet blijven, ja. Iedereen heeft wel iets te doen op sommige momenten, dus hoe meer open, hoe beter denk ik toch wel. Maar ik kan wel begrijpen dat ze dicht zijn, zeg maar. Je bent er vaak maar voor een paar klantjes, zeg maar. Dus ja. Als ondernemer snap ik het wel dat je dan dicht gaat. En wat vind je dan? Moeten we de koopavond houden? Of nou, moeten dat we die... zeker. Ja, dat wel. Ja. Nou, zeker voor mij, want dat is eigenlijk het enige moment dat ik zelf kan gaan kijken. Ik vind het wel leuk als mensen voor de stad heen lopen. Het is gezellig. Dus ik vind alles elke dag open, vind ik wel goed. Zeker voor de winkel waar jij werkt, denk ik. Dat zeker. Kom er allemaal heen. Welke winkel is het? Ah, dat is een hele leuke winkel. Zeker. Oké, dankjewel jongens. Dankjewel. Oprecht een hele leuke winkel. Of is dat reclame? Ik weet niet of mag je dat zeggen? Oké. Zullen we verder? Hoe wordt de koopavond in Beuningen bezocht? Helaas steeds minder, maar dat merk je landelijk, zo van dat het meer uitvloeit eigenlijk. En wat betekent dit voor de ondernemers? Een omschakeling, een hele omschakeling. Ja, sommigen zijn dus nu op maandagmiddag open in plaats van vrijdags. U komt net uit New York lopen, u bent lekker aan het shoppen vanavond? Ja. Ja? Doet u dat wel vaker op donderdag? Ja, tot 9 uur, ja. Tot 9 uur open? Ja. Kijk je er ook zo naar uit, naar die donderdagavond, koopavond? Ja. Ik heb liever donderdagavond, ga je mensen daarna gewoon uit. Dus gewoon... Oh ja, studentenavond. Ook nog. Ja. Dan kan je dus je outfit shoppen voordat je uitgaat. Basically, ja. Moeten de winkels dicht op donderdag? Ja. Nee. Dat niet. Nee. Ja, oké. Okay. Kopen jullie niet ook heel veel online dan? Of kopen jullie nog steeds wel in winkels? Want dat zou ook een van de redenen zijn dat het een beetje leeg loopt in de stad. Ja, ik doe beide. Ik ben een beetje verslaafd. Dus. Ja, ik denk dat ik meer online shop dan dat ik in de stad shop. Ja, maar puur omdat ik zelf gewoon heel erg hekel heb aan passen in de winkels. Maar ik vind af en toe gewoon nog zo shop vind ik ook wel heerlijk. En is de koopavond dan nog wel voor deze tijd? Ik denk dat het steeds minder wordt. Vroeger was de koopavond een avondje uit, weet je. En dat is nou eigenlijk niet meer. Donderdagavond moet hij blijven of niet? De koopavond bedoel ik dan? Ja. Wat mij betreft wel, maar het moet wel wat meer. Het is wel heel saai. Daar heb ik niet echt een antwoord op. Nee, snap ik. Dat is ook een beetje. Wat moet je daarvan vinden?
Oké, heb je liever koop zondag of koop donderdagavond? Donderdagavond. Waarom? Gezelliger. Wat maakt het gezelliger? Het is altijd donker, hè? Ja, dat maakt het wel gezelliger, ja, vind ik ook. Ja. We hebben ook een zondag, een koopzondag. Ja, hoe zit het daarmee? Moet die dan ook blijven? Ja, of? Ik werk zelf in een winkel. Ik heb een vintage winkel met een collega in de Hezelstraat. En wij kiezen ervoor om dicht te zijn op donderdag. Omdat de zondag voor ons veel rendabeler is. Ja. Wanneer is die omslag zo gekomen? Ja, dat hebben we eigenlijk al jaren. Ja. En de Hezelstraat is natuurlijk ook, iedereen doet het een beetje op zijn eigen manier daar. En ja, ik kan niet zeggen wanneer dat precies is gekomen, maar ja, het is voor ons gewoon fijner. Weinig publiek en heel veel winkels gesloten, zag ik op het Koningsplein. Dus, Ja, shit. Wat moeten we dan doen? Andere winkels hier plaatsen, want het raakt een beetje dood hier. Ik denk dat het op de duur wel afgeschaft wordt, denk ik. Toekomst kijken. Ja. Komen er geen mensen meer omdat er heel veel winkels dicht zijn? Of gaan de winkels dicht omdat er weinig mensen zijn? Gewoon alle dagen open. Altijd open. 24 uur 7. Tot 9 uur 's avonds. Ja, helemaal. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Toch? Ja, oké. Okay. Makkelijk. Ja, precies. Was dat het? Ja, dat was het. Toppie. Dankjewel. Dank je. Ja, oké. Okay. Leuk. Nou, dan gaan we verder.